Als er een natuurramp gebeurt, vertrouw jij dan je leven toe aan het feit dat mobiele telefoons en internetverbindingen nog werken? Vertrouw je daar het leven van je gezinsleden aan toe? Ik dacht het niet. Amateurradio, communicatie die altijd blijft werken. This is the BBC, with the Daily Minutes podcast. Oh no, it isn't. I mean, this is the Daily Minutes podcast. This is however not the BBC. De nu volgende uitzending bevat schokkende voorbeelden van hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. Bij jonge mensen onder de 18 kan de aanwezigheid van een volwassene tijdens de uitzending gewenst zijn. Het werkt. The time is 7 p.m. Oh, ik ben even iets overgemodelleerd. Dan moet ik even voorkomen dat de Daily Minutes van gisteren starten. Kijk, daar komt ie. Let op. Als er een natuurramp gebeurt, gebeurt niks. Vertrouw je dan je leven toe aan het feit dat mobiele telefoons en internetverbindingen nog werken? Ik ben erg overgemodelleerd, hoor ik wel. Dat was de bedoeling om even te luisteren. Ik dacht het niet. Even kijken hoor. Hoe we dat nou terugkrijgen. Bla bla bla. Test 1, 2, 3. De Daily Minutes. Van, wat is het? 10 januari 2020. Het is de bulletin van vrijdag. Hoe is het geluid zo? Kan iemand mij dat in het chatkanaal vertellen? Webcam. Ja, maar die heb ik niet bij de hand. je kunt wel luisteren op dmr.li, maar dat doe je ongetwijfeld als je dit hoort. Tenzij je dit achteraf hoort, want ik neem het ook op. Maar geen camera, binnenkort misschien. Binnenkort wil ik er wel een aantal live gaan doen. Volgens mij ben ik nu weer wat zacht gemodelleerd. Ik had wel wat voorbereid, maar nog niet tot in de diepte. Ik kom mezelf nu terug uit de koptelefoon. Dat ga ik ook eventjes de nek omdraaien, want dat is ook lastig. Daar zit 20 seconden vertraging tussen. Nou, ik wil dit eigenlijk elke week gaan doen, Jurgen. Dus er vallen af en toe wat stiltes, maar... Dus even kijken hoor, dan moet ik mijn andere toetsenbord hebben. Ja, ik heb... Omdat ik zo laat was, helemaal niks voorbereid. Even kijken, dan moet deze dicht. Als ik die dicht heb, dan kan ik wel mijn... Anders raak ik met mijn koptelefoonsnoer in de knoop. Zo. Even kijken hoor. Zo. Hé, nu hoor ik mezelf nog steeds terug. Ik heb hem dichtgezet. Natuurlijk omdat ik die koptelefoon loskoppel. Oh, nog een toetsenbord. Nee, dit is toetsenbord nummer 3. Dat is nummer 2 nou dan. Hé, heb ik die nou zo snel gelaten? Ik ben een toetsenbord kwijt, jongens. En ik kom mezelf terug. Dat is niet helemaal de bedoeling. Ik kan mezelf niet het zwijgen opleggen als ik niet het toetsenbord terugvind. Of het koptelefoonplugje, maar dat is wel lastig erin steken. Nou, waar is het toetsenbord gebleven? Wie heeft dat gehad? Ik heb hier 3 toetsenborden en ik ben er 1 kwijt. En... Oh, hier is die. Hè. Nou... Ellende. Ja, kijk. Oh, Koele Pascal is aan het koken. Dat lees ik op het chatkanaal. Nou, je kunt op mijn chatkanaal mee kijken. En om even te bewijzen dat ik wel live ben, dan zal ik even met XTV de tijd opvragen. Let op. India 3, X-ray, Delta, Victor, 4, 3, hey, heb ik inspraak? 9, 7, 5, repeater, active module, echo link. Zo. Brommetje is er bijna uit. Daar komt de tijd. Repeater. The time is 7:03 p.m. Active module echo link 1 connected stations. 7:03 p.m. hè, dus dat is 3 minuten over 7. Ja. Inderdaad. mini zendertjes.
Even kijken hoor. Druk met Nano VNX. Leuk spel. Ja, nee. Even kijken hoor. Nou, ik zal zo meteen mijn verhaaltje afsteken. Ik zit enigszins ongemakkelijk, want ik moet nog een keer een nieuw statief kopen. En dit statief is erg gammel. En ik wil niet dat mijn goede, dure microfoon op de grond kukkelt. Dus met mijn onhandigheid in gedachten zit ik tamelijk krampachtig. Het vervelende is als ik mijn tekst die ik enigszins had voorbereid voor me neem, dan kan ik het chatkanaal niet meer zien. Dus dat is nog even een dingetje. Ik kan wel, volgens mij, ik kan niks opstarten. Of wel? Ja, nee, ik kan op, hoe heet dat? Maar dan moet ik mezelf weer terugluisteren. Ik kan op, hoe heet dat? Op dmr.li kan ik wel dingetjes instarten. Even kijken, dan zal ik hem maar eventjes omhoog draaien. Dat is wel grappig. Ik wil wat met opnametjes spelen. Even kijken hoor. Dan moet hij. Komt wel mijn geluid weer terug. Ik hoop niet dat het op de achtergrond hoorbaar is. Ja, dat is natuurlijk wel hoorbaar. Zeg hem heel zachtjes. We gaan eens even kijken of dat werkt. Wat spelletjes kunnen doen. Ik zie nu eventjes geen reacties. Even kijken hoor. Wat hebben we hier? Nou, ik kan bijvoorbeeld dit doen. Zo. Die mogelijkheid hebben we ook, moet ik hem wel op tijd stopzetten, want anders gaat het niet goed. En even kijken hoor. Deze die kan ik natuurlijk wel instarten. Dat duurt ook om even voor het start. Maar nu kan ik er doorheen praten. Dit is copyrightvrije muziek die ik ooit van, hoe heet hij nou van zijn voornaam? Meneer Susenbach gehad heb. Ja, ik ben zijn voornaam vergeten. Dat is een Engelse voornaam. Maar goed, dat is iemand die jingles inspreekt in Amsterdam of Amstelveen. En dan heb ik een aantal van die mededelingen. Nou. Ik ben momenteel nog bezig met de uitzending te monteren. Er is meer. Deze bijvoorbeeld. Nou, doe het al even voor die start. Ja, daar is hij. En dat draait allemaal lokaal op de server van dmr.li. Hè? Dus dat is helemaal autonoom. Dat staat ook los van mijn mengpaneeltje. Waar ik meerdere kanalen op heb. Maar daar zit alleen de microfoon op aangesloten en dmr.li, zeg maar. Even kijken hoor. Stuur ze door als je wil, Pascal. Dat is vast niet, die microfoon die ruikt een beetje vreemd. Dat had ik de vorige keer ook. Dat komt waarschijnlijk omdat hij zo lang in het, schuimplastic zit. Ik zat vanmiddag, want dat was waar ik het over wilde hebben. Even kijken hoor. Ik zal even kijken of die chat nog wat beter neerzet. Maar vanmiddag was ik het programma Rambam gezien. Oh, dit gaat fantastisch zo. Nou, even kijken hoor. Dan moet ik dit wat omlaag doen, anders zie ik mijn vuurmeter weer niet. En dan gaat het daar weer mis. Ja, zo'n live-uitzending, dat valt nog niet mee, mensen. Maar ik zat vanmiddag naar het programma Rambam te kijken. Ik kijk dat af en toe. Soms gaan ze daar wel eens wat te ver in hun conclusies. Dat was vanmiddag eigenlijk ook wel een beetje zo. Zij hadden het over, review-websites. En dan met name die voor restaurants. Ik moet nog even mijn eigen audio terugzetten. Want dat hoor ik nog steeds een beetje zachtjes op de achtergrond sputteren. En ik wil punt 1 niet dat het in de microfoon meekomt. En ik wil ook niet dat ik daar zelf hinder van heb. Zo, nu stelt het uit. Het zijn allemaal draadloze toetsenborden. Hè? Met rechts zo'n muispad geval. Zoals je normaal bij een laptop hebt. Met van die toetsenbordjes waar rechts zo'n ding zit. Nou, programma Rambam dus. Maar dat ging over de Fork. Dat ken ik eigenlijk niet. Ik denk dat dat een nieuwe naam is van Eens. Maar het zou ook wel Eens zelf kunnen zijn. Ik zit de laatste 2 jaar. Ik kom niet zo vaak in de horeca. Daarvoor wel. En die restaurants die kunnen tegenwoordig niet meer zonder dat soort review websites. Omdat ze gewoon, de meeste mensen die kijken via zo'n site. En komen dan komen op die manier met het restaurant in contact. En die sites die vragen dan bijvoorbeeld €4 voor een reservering. Dus als mensen via die site reserveren. En daarnaast moeten de mensen ook betalen voor een positie op die site.
En ja, er zijn eigenlijk een aantal problemen mee. Punt 1, hadden zij zelf een aantal problemen en ik heb er zelf ook nog wel een aantal. Er klopten allerlei dingen, klopten niet. Bijvoorbeeld, zij hadden een niet bestaand restaurant opgezet. Gewoon zogenaamd een restaurant. Maar dat bestond uit een bankje buiten, een openluchtrestaurant. Gewoon een bankje aan het water. En daar hadden ze wat spullen neergezet om iets voor te bereiden. En daar kregen ze mooie noteringen van. En toen lieten ze mensen, spookreviewers, allerlei reviews plaatsen. En de Rara politiepet. Daar klopt een paar dingen niet. Bijvoorbeeld als ze hele negatieve dingen over het restaurant schreven, dan zakte dat restaurant niet zo negatief als dat je op basis van het gemiddelde zou mogen zeggen. Nou was de conclusie van hun dat dus niet klopte. Maar het bedrijf zelf had daar eigenlijk een verklaring voor die ik wel een beetje kosher vond. Ik hoop niet dat ik tegen mijn microfoon aantik. Want zij stelden dat bijvoorbeeld oude reviews, die telden minder sterk mee. En er waren nog andere redenen. Als iemand bijvoorbeeld de eerste keer een review plaatste, dan telde dat ook niet zo vaak mee. Maar op basis van hun eigen posts, die allemaal kort achter elkaar gedaan waren, kon dat eigenlijk niet kloppen. Dus die verklaring die vond ik wel kloppen, maar in de praktijk was dat niet de verklaring. Kon het niet de verklaring zijn waarom die notering kunstmatig hoog bleef. Dus zij willen gewoon geen negatieve beoordelingen voor bedrijven op hun sites. Want ja, dan zou misschien ook zo'n klant weglopen als ze daar schade door kunnen hebben. Je kunt daar heel veel schade door hebben, dus die bedrijven zijn heel machtig. En met de Consumentenbond samen hadden ze het erover dat het toch wel een beetje volksverlakkerij was. Omdat ze dus niet de waarheid vertelden, in ieder geval met die notering. En er waren meer dingen. De site die wilde zelf niet echt, is bij dit soort sites redelijk standaard, die wilde daar niet op reageren. En ze hadden wel een kantoor wat ze konden bezoeken, dat deden ze ook, maar toen kregen ze niemand te spreken. En er kwam een mooi ronkend marketingverhaal in algemene termen, dat ze allemaal aan de regels voldeden, dat hun klanten tevreden zijn en dat ze altijd in het belang van klant en van, van met name de consumenten werkten. Dat is allemaal mooi wollig gezegd, maar dat was geen antwoord op de vraag. Dus daar hadden ze van Rambam wel weer een beetje gelijk in. Maar ik heb zelf al wat negatieve ervaringen met die review sites. En als je kijkt bijvoorbeeld, een site als Uber is niet echt een review site, maar dat is gewoon een platform dat mensen die taxiritten willen hebben bij elkaar brengt. En hetzelfde geldt voor die site, die huizensite, daar ben ik de naam even kwijt, maar waar ze in Amsterdam nogal veel hinder van hebben. Nou, ik had het beter voor moeten bereiden, dus dat blijkt dus maar weer even. En zo in zo'n live situatie kom je ook zo snel niet op zo'n naam, hè. Maar goed, in ieder geval, Uber is daar een voorbeeld van. Die heeft toch een redelijk slagveld aangericht onder de taxibedrijven. Omdat zij voor veel minder kosten werken. En bovendien, je kunt eigenlijk niet anders dan via hun dat doen. Omdat mensen via een app zo'n ritje reserveren. Ik heb dat overigens zelf principieel geweigerd. Ik heb sowieso wat tegen apps. Dus ik heb onlangs nog €20 betaald in een taxi. Maar voor een heel kort ritje. Maar goed, dat heb ik het dan voor over. Omdat ik zo'n hekel heb aan die Uber-website. In mijn eigen vak, het vertaalvak, heb je in Nederland meerdere sites die wat doen. Die zijn voor mij niet zo gevaarlijk, omdat die nog eigenlijk een beetje een rare manier van werken hebben. Gelukkig maar. Ik heb een keer bij zo'n site geprobeerd of dat wat voor me was. Wat je dan kreeg, dat was dat er een opdracht werd aangeboden voor schrijven of voor vertalen van pak een beet €20. Maar om met dus die klanten in contact te komen, moest je dan als vertaler of als schrijver moest je dan €15 betalen. Nou, ik ga geen €15 betalen voor een opdracht die me 20 oplevert. Want dan loop ik een uur te werken voor €5. Of drie kwartier of een half uur. Maar in ieder geval, dat kan niet uit. Dus dat doe ik niet. Maar bovendien is het zo dat jij dus niet de enige bent die €15 betaalt. En die advertentie die staat er misschien al 2 uur op. En je weet dus niet of iemand anders jou voor is. Dus er kunnen wel 15 mensen op reageren die interesse hebben in die job. Die site die incasseert dat dus dat totaalbedrag daarvoor. En het is een vertaling van niks. En er staan heel veel van die kleine vertalingjes op. Kijk, ik wil best wel zo'n bedrag betalen als ik gegarandeerd een opdracht van €1000 binnenhaal. Dat is me wel waard. Maar niet op die manier. En zo'n site als die... Als dat eenmaal populair wordt, dan zijn ze oppermachtig. Want dan bepalen zij gewoon de markt. Zij bepalen wie er werk krijgt en wie er geen werk krijgt. Hè? Tenzij je een heel handig marketingconcept hebt. Dus dat is op zich wel een redelijke dreiging.
Ja, er zijn nog andere dingen. Als mensen reviews kunnen schrijven. Ik bedoel, één klant, dat heb ik ook bij ervaring. Eén klant die kan een heleboel lawaai maken. En die kan je daarmee enkele €10.000 aan omzet kosten als die daar zijn missie van maakt. Hè. Of je kan zelfs je bedrijf geheel onderuit halen. En dat hoeft niet per se via zo'n site te zijn. Dat kan ook. Ik heb dat zelf meegemaakt via Hum, een amateur repeater een keer. Maar als iemand voortdurend gaat roepen, en zeker als het iemand is die enig aanzien heeft, en op basis van op zich legitiem misschien een slechte ervaring die ene persoon heeft, maar als jij een aantal klanten hebt, dan kun je er niet onderuit dat er toch 1 of 2% is die behoorlijk ontevreden is. Oh, nu gaat mijn tv aan. Even uitzetten. Dat gebeurt vaker. Maar niet tijdens. Ja, was de vorige keer ook niet tijdens de live uitzending. Dat weet ik niet. Maar goed, in ieder geval. Zo'n review site hoeft dus niet helemaal te kloppen. Dat kan best wel hartstikke onterecht zijn en hartstikke oneerlijk. Daar komt nog bij dat soort sites. Een heel bekende is Trivago. Die gaan over hotelboekingen. Kijk, bij Trivago is het nog wel zo dat. Kijk, als jij via het ene reisbureau je hotelkamer boekt of via het andere, dan kan de prijs die kan dus verschillen. Nou kan daar nog wel een reden voor zijn, want ze kunnen een totaalpakket bieden. En dat ene bureau kan wel een aantal extra's bieden die tegelijkertijd worden meegeleverd. En dan kun je nog goedkoper uit zijn met een dure prijs. Maar als het sec om de hotelboeking gaat, ja, dan is de prijs is natuurlijk van toepassing. Maar, weer op mijn eigen business toegespitst. Ik heb het niet zo vaak over mijn eigen business in de podcast. Maar als ik kijk naar mijn webshop. Ik bied een heleboel extra dingen die anderen niet bieden. Dat wil zeggen, ik bied deskundig advies. Iemand die mag mij gerust 5 jaar na een aankoop nog mailen of bellen. En vragen van nou, hoe zit dat? Ik ben mijn handleiding kwijt. En hoe zit dat? Hoe moet ik dat gebruiken? Hoe moet ik dat gebruiken? Nou, dat is een extra service die de anderen niet verlenen. Die anderen die zeggen soms, ik ken daar ook voorbeelden van. Ze zijn niet allemaal slecht, maar er zijn zeker ook een aantal hele goeie. Maar ik heb wel eens gehoord dat mensen daar absoluut niet aan beginnen. En dat kan ik me ook wel voorstellen als jij in je eentje bent en je verkoopt heel veel. Maar goed, er is dan wel een reden waarom een prijs misschien iets. En ik ben niet eens bij alle prijzen duurder dan andere, maar ik heb al een aantal prijzen die wat hoger zijn. Je krijgt daar wat extra's door. En dat zit er niet in als jij zo'n prijsvergelijkingssite hebt. Dat gaat puur een sec over de prijs. En wat je dan gaat krijgen is dat binnen die markt, alle bedrijven, die gaan dan denken van nou, dan moet ik ook maar op de prijs werken. Dus die gaan dan ook de service uitkleden en zeggen van nou, ik doe geen after sales meer als het niet wettelijk verplicht is. En ik doe een aantal andere dingen niet meer. Er komt ook bij dat als er kosten aan zo'n site verbonden zijn, dan werk jij dus de kleine partijen, zoals in de restaurantbranche, daar werk je dus de kleine partijen uit de markt. Want die kunnen een abonnement met zo'n site niet betalen. En vervolgens krijgen zij dus, doordat ze niet op die site genoemd worden, krijgen ze ook geen klanten meer. Of in ieder geval veel minder. Dus je werkt daar ook nog eens de kleine clubjes mee uit de markt, die bijvoorbeeld niche-producten verkopen en niet zo verschrikkelijk veel verkopen. Allemaal heel slechte effecten daarvan. Dus ik weet niet. Ik weet ook niet of je dat moet reguleren. Ik ben eigenlijk wel een groot voorstander, hoewel ik politiek in de linkerhoek zit. Maar ik ben wel een groot voorstander van de vrije markt, omdat ik denk dat dat werkt. Daar zitten allerlei automatismen in. Maar je kunt wel wat regulering daar toepassen, maar ook weer niet te veel. Een goede oplossing daarvoor weet ik niet. Maar oneerlijke sites, of sites die echt helemaal de markt beheersen, ik vind dat daar de kartelwetgeving wel op van toepassing is. Dus het is misschien wel eens iets om daar naar te kijken. Nou ja, dit is ongeveer het verhaal wat ik wilde vertellen. Live of niet. Ik had het eigenlijk niet live willen doen. En dan kan ik er dingen uitknippen. Maar het is aardig gelukt. Dus ETE denk liberaal. Doodeng. Ja, nou ja, ik heb altijd gezegd, als ik ouder word, dan word ik niet een rechtse bal. En ik geloof niet dat ik dat ben. Maar je weet het niet. Nee, ik zit nog wel redelijk in de linkerhoek. Maar ik... Nee, Jurgen, dat gaan we niet noemen. ik wou er net nog een microfoonstatief bestellen, joh. Nou, licht me eens uit in een e-mailtje waarom ik dat niet moet doen. van rechts naar links gegaan. Oh, dat is zeldzaam, dat zie je niet zoveel. Nee, ik was, toen ik 17 was, ik was echt een verstokte pacifist. En ik zat in een radicaal linkerhoek.
Zodanig dat ik ongetwijfeld, als ik niet vanwege gezondheidsredenen afgekeurd was geweest, dat ik zonder enige twijfel dienstweigeraar geworden was. En dat was in een tijd dat je er nog voor opgesloten werd. Dus ja, nee, dat had ik zeker gedaan. Ja, PSP gestemd, tot mijn 25ste zeker. En ik vond het jammer dat het in GroenLinks opging. Dat was wel... ik was echt voor... Maar goed, ik zie ook wel dat je je moet verdedigen. Dus dat aspect is er ook alweer. Ik heb een tijd lang heb ik dat ook niet gedaan. En ik ben wel eens in elkaar geslagen terwijl ik niet terugsloeg. Dus ja. Maar goed. Nou, ik ken heel veel mensen, heel veel van mijn kennissenkring, die zitten in de die zijn VVD-lid of hangen dat aan in ieder geval. Dus wat dat betreft ben ik niet eenkennig. Hè? De autocue. Ik had die soort van autocue, maar die heb ik al opgelepeld grotendeels. Deels op mijn geheugen ook. Nee, ik heb mijn hele autocue-tekst heb ik wel gehad. Ik denk dat de waarheid in het midden ligt. Links en rechts verdragen elkaar niet meer, wordt er gesteld in het chatkanaal. Maar de waarheid ligt toch ergens in het midden. Je hebt de politieke worst, heb je. Ik weet niet of je dat begrip kent, de politieke rookworst. Dat is een bekend begrip. Hè? Extreem links en extreem rechts, die hebben een aantal standpunten gemeenschappelijk. En die politieke rookworst is dus, de worst zelf is links en rechts. En daar waar het loodje zit van de worst, daar komen de uiteinden weer dicht bij elkaar. En dat is de politieke rookworst. Nou, maar politieke rookworst. Nee, je hebt tegenwoordig rookworst van Unox. En die is vegetarisch, Jurgen. Dus wat dat betreft kun je tegenwoordig weer rookworst eten. En vermoedelijk ook lekker, maar ik heb hem nog niet geprobeerd. Wat altijd de rookworst bij Albert Heijn vond ik altijd dat hij wat minder sappig was dan de echte rookworst. Als je daarin bijt, dan krijg je toch een soort van een beetje bouillonachtig iets wat eruit komt als je erop bijt. En dat komt dan op je tong. En dat er was niet droog, die van Albert Heijn. Maar wat ook wel was, is dat die rookworsten van Albert Heijn, dat waren twee rookworstjes en die waren recht. Dus... de Unox die is daarmee begonnen en ze hebben van Mora hebben ze ook een aantal vegetarische producten die ik nodig een keer moet proberen. Misschien moet ik een keer een uitzending eraan wijden. Dan zet ik de microfoon in de keuken en dan hoor je het vet spetteren. Nou nee, het meeste bereid ik de rechtse rookworst. Nee, het is, kijk, als je die rookworst van opzij bekijkt, dan is het zo'n rondje. En dan zie je dus dat links en rechts is gewoon links en rechts van die rookworst. Maar het midden zit onder, zeg maar. En het extreme dat zit dan boven, waar het loodje zit. En die uiteinden van extreem, die komen dan weer dicht bij elkaar. Maar die hebben toch een aantal dingen. Die zijn tegen de overheid, alle twee. En zo zijn er nog meer dingen. Dus die extreme standpunten, die komen eigenlijk heel dicht bij elkaar. Ja, Kitchen Channel, dat moeten we doen. Daily Minutes, dat is eigenlijk best wel... Ik ben nog bezig. Ik heb de voorbereiding voor een kookboek liggen. Daar heb ik al flink wat voor geschreven. Ik weet niet of het ooit gepubliceerd wordt. Maar de vegetarische slager die is gekocht door... Niet door Unox. Ik kan het wel opzoeken. Maar volgens mij is dat niet door Unox gekocht. Maar het zou kunnen. Dat de reden is dat Unox nu onder eigen label met... ik kan het niet zo makkelijk opzoeken, zie ik nu. Dus laten we dat maar niet doen. Ja, Unilever, zegt zeiden ze bij de AVRO altijd, bij de beursberichten. Unilever. Net als meester GBJ Hilterman. Dat is ook, je denkt nu wel eens dat er extreme standpunten zijn. Maar dan moet je zo'n oude column van GBJ Hilterman een keer luisteren over de anti-atoomwapenbeweging. Dat gaat ook van dik hout zaag men planken. Er is echt, je laat er geen spijker van heel, echt. Maar het is wel leuk om dat nu te horen. Leverworst. Ja, nee, ik heb wel vegetarische, leverworst. Maar er is ook, boterhamworst die niet, van die paté die niet echt op vlees lijkt. En ik vind altijd de producten die op vlees lijken, ja, ik vind dat is toch een beetje een promotieartikel is dat. Hè? Om de mensen die net denken vegetariër te worden en dat nog twijfelen om die over de streep te trekken. Maar de meest lekkere vegetarische gerechten die lijken niet op vlees. Daar zitten noten in of... Ja, Hitler was een vegetariër. Ja, dat klopt. Dat wel. Ja, ik zag vandaag mensen van de AfD en die zeiden... De AfD denkt met u mee in Duitsland. Nee, maar die zeiden dus dat, en ook andere figuren in Duitsland. Dat was op Al Jazeera was dat.
dat Hitler toch ook een aantal goede kanten had. En dat je dat niet mocht zeggen tegenwoordig. Nou, bij deze. Hij heeft de autobaan gemaakt. Hij heeft de Volkswagen Kever bedacht. En dat zijn positieve. Hij was heel aardig voor kinderen. Maar net als bij Saddam Hussein zijn er beelden waar te zien is dat kinderen hem niet heel aardig vonden. Die waren doodsbenauwd voor de man. Dus dat zegt ook wel weer wat. Maar inderdaad, dictators zijn vrij algemeen heel aardig. Ik weet eigenlijk niet, volgens mij is Trump echt wel zo iemand die een jochie van het bordes schopt. Daar zie ik hem dus wel vooraan, hè. Ja, hoe heet dat? Je had, god, hoe heette die man ook alweer? Die tv-dominee. Oh, dan moet ik even denken. Het is een man met zo'n, het icon. Hyper Schaaf was dat. Ik weet niet of die was meteen van de buis af toen dat gebeurde. Die wilde iets vertellen op tv. En toen liep er een jochie en die liep voor hem en die liep een paar keer ervoor langs. En die liep een beetje te etteren, zoals die kinderen van een jaar of 7, 8 dat wel eens doen. En die gaf dat jochie een ongenadige knal voor zijn oren. Hè? Echt zo van, nou en rotjong op zijn Fries. En Hyper Schaaf die was van de buis af. Dat was er daarna niet veel meer van gehoord van die man. Ik vond hem er toch een beetje griezelig uitzien, moet ik wel zeggen. Maar hij zal nu al niet meer leven. Hij was toen ook al wel in de 70, denk ik. Maar ja, ik snap ook wel dat hij geïrriteerd was en dat hij gespannen was. Maar dat kun je voor het aanzien des volks niet doen, hè. Ja, ik word het... als je kijkt de aflevering van de Today Show van gisteren. Daar zat een stukje van Trump in. En daar zie je dus dat, dat zeggen ze in de uitzending. Nou, er was al iemand die waarschuwde ervoor dat op een gegeven moment de verkiezingen eraan kwamen. En dat de president dan een conflict in Iran zou starten om af te leiden van zijn eigen impeachment. En degene die dat dus was, dat was Donald Trump zelf in 2011. Over Obama. Hij zei, het paste echt precies op de situatie van nu. Hè? Dus dat was echt, dat was uitermate komisch dat ze dat lieten zien. Trump zag er toen ook nagenoeg niet anders uit dan nu. Dus het was net of je de president zag praten, maar hij was toen nog niet eens van plan om kandidaat te worden. Tenminste, in ieder geval niet in het openbaar. Nou, je hebt natuurlijk wel meer presidenten gehad waarvan mensen dachten dat ze getikt waren of ja... Of dement. Bij Reagan is dat wel eens gedacht. En die werd later ook dement. Maar er is altijd ontkend dat hij in de tijd van zijn presidentschap beginnende verschijnselen had van Alzheimer. Maar ja, er zijn wel meer geweest die discutabel waren. En ja, daar valt Jurgen stil. Ik weet niet waarom. Om die arme Ronald Reagan. Of niet? En dan had je nog Tricky Dicky, zoals die heette. Hè? De Mr. Nixon. Die werd bijgenaamd Tricky Dicky. want Richard wordt vaak afgekort als Dick. Dan ben je blij als je Richard heet, hoor, in het Engels. Maar ja, Tricky Dicky. Maar er zijn wel meer presidenten geweest, ook in het verleden, die ja, waar wel het een en ander op aan te merken was. En rond de eeuwwisseling heb je ook wel een paar presidenten gehad die toch wel een beetje erg de hand, de grootindustriële boven het hoofd hielden. En die daardoor dus ook onder vuur lagen later. Eentje die Taft was dat? Ik weet het niet helemaal zeker, maar Carter is erg oké, nog steeds. Dat is iemand met een geweten, net als Dries van Acht later ontwikkelde nadat hij was opgestapt. Ik vind Dries van Acht eigenlijk wel heel erg oké. Nou, weet ik niet. Ik vond Obama eigenlijk wel goed. Redelijk onkreukbaar eigenlijk. Nee, ik vond die vooral ook in zijn PR heel goed. Die was juist niet van het conflict, maar dat heeft het juist wel aangewakkerd. Ja, die moest dan de billen afblijven, Lubbers. Dus die zou nu niet meer, dat zou nu niet meer kunnen. Zo'n vrouwenjager als dat was. Dus, hoe heet dat, na Clinton kan dat niet meer. Ja, Jurgen, dat iets lekkers onder zijn bureau. Nou, dat was, volgens mij was dat niet zo. Er was één, ik heb daar wel eens iets over gezien recent. Er was één dame die daar erg van op de hoogte was. Dat was een soort PA van hem. Een donkergekleurde dame. En die arrangeerde altijd dat ze bij elkaar konden zijn. Maar die was er niet mee eens. Dus, maar Lewinsky die is recent, die laat zich er gewoon over interviewen. En die praat daar gewoon over. En ja, dus dat is op zich ook wel...
Ja, ik weet niet of dat met Lubbers zo is, Pascal. Want Lubbers die zat in de tijd dat in Engeland Thatcher zat. En die hebben heel veel meer kwaad aangericht. En ja, het was een beetje de tijdgeest waarin een aantal van die maatregelen gebeurden. En je kunt wel zeggen dat, zelfs een links iemand als ik zeg dat, dat in de jaren 60 en 70 de sociale sector zeg maar wat ontspoord was. Daar kan ik ook wel heel concrete voorbeelden uit mijn eigen omgeving van geven. Hoe heet dat? Ja, ik zit nu te lezen, maar het was in de jaren 70 zo dat als je invalide was, dan kon je van de staat een auto te leen krijgen. En er waren best wel duizenden mensen die dat hadden. Ik ken ook iemand in mijn omgeving die had een Volkswagen Kever waar hij geen gaatje in mocht boren van het gak. Want die auto die was van het gak. En die kreeg gewoon zo'n auto ter beschikking. Nou, toen was op een gegeven moment het blad Breek Breek was er. In 1980 en 81. En die werkte. Breek Breek was heel groot. Hè? Dat is dus wat later RAM werd. Maar Breek Breek was echt heel groot. Dat verkocht in een goede maand 400.000 bladen voor 2 euro nog wat. Dus daar kwam echt heel veel geld binnen. En daar werden columnisten als André van Duin mee ingehuurd. En nou ja, goed, toen die bakjes kwamen, die 22 kanaalsbakjes, toen waren er nog geen mobiele telefoons. En toen vonden de mensen van de bakjesverenigingen, zeg maar, de bakjesbrands, die vonden dat mensen die van het Rijk een auto hadden, dat die eigenlijk ook zo'n bakje gratis moesten krijgen. Want dan konden ze onderweg contact opnemen als ze in de problemen kwamen. En dat ging dan bijvoorbeeld mensen die invalide waren, die zelf die auto niet konden verlaten. Die stonden wel eens aan de kant van de weg en die werden dan de volgende ochtend pas opgemerkt. En hadden geen manier om hulp in te roepen, omdat ze niet naar die praatpalen toe konden. En toen begon dus het blad Breek Breek. Samen met de consumentenman Frits Bom. Die begonnen dus een actie. Iedere invalide een bakje. En kom daar nu nog maar eens om. Moet je voorstellen dat er een actie is om iedere invalide een gratis mobiele telefoon te geven. Of een zendapparaat. Dat is onvoorstelbaar. Maar goed, die actie is er wel geweest. Je kunt dat gewoon opzoeken. Ik heb de nummers van Breek Breek waar dit in staat. Die heb ik ook nog. Maar je kunt op internet er ook nog wel iets over vinden. Maar dat zijn toch dingen. En zeker als je bijvoorbeeld met iemand... ik heb als iemand geïnterviewd die bij een gemeente verantwoordelijk was voor de uitkering. Als je zo'n anekdote... Nou, het zijn dan mensen van in de 30 hè, die tijd niet meegemaakt hebben. Maar als je dan zo'n anekdote opdiepte, dan... ja, kijk, ik vind dat er nu wel eens wat te veel gekort wordt. Maar ik vond dat, als je dat nu bedenkt... en ik heb zelf... ja, moet ik dat vertellen? Ik heb ooit een uitkering geweigerd. Ik had recht op een aanvullende uitkering. En toen de gemeente die drong daar dus echt op aan, mensen bij de gemeente die me daarover adviseerden, dat ik dat wel moest nemen, omdat op de lange termijn dat wel eens heel negatief voor mij zou kunnen uitpakken. Ik zei, ja, maar ik ben op de lange termijn van plan om gewoon te gaan werken. Ik was toen afgekeurd. En het was belachelijk, want ik kreeg al een bedrag wat een gezin ook kreeg en ik woonde bij mijn ouders thuis. Dus in mijn eentje. En ik kreeg dus een bedrag wat in andere gevallen een gezin kreeg. En toen had ik nog recht, omdat ik een procedure gewonnen had op een extra aanvulling. Van, ik dacht, 200 gulden per maand of zo. En die heb ik toen echt geweigerd uit principe. Ik zei, ja, ik ga de rest niet weigeren, want die heb ik gewoon nodig. Tenminste, een deel daarvan in elk geval. Maar ik vind dit gewoon te gek. Dat gaan we niet doen. Ja. Nee, ik ben officieel volgens mij nog steeds, het is nooit ingetrokken. Ik denk dat ik nog steeds voor 92% of zo afgekeurd ben. Ik zal wel een herkeuring moeten hebben als ik me daarop zou willen beroepen. En dat ga ik ook absoluut niet doen. Maar ik ben tegen het advies in aan het werk gegaan ergens rond 1986. Dus, moet ik dit er niet uitknippen trouwens? Bedenk ik me dat nu? Wil ik dat wel permanent op internet hebben staan? Hè? Nou, eens even kijken. We zitten bij minuut 36. Dus dat kan ik ook wel onthouden. Misschien haal ik het er wel uit. Ja... Visueel gehandicapt en dan ben je grafisch. Nou, ik krijg wel de bril vergoed van de zorgverzekeraar. Want ik heb zo'n uitgebreide polis. Elke 2 jaar mag ik een nieuwe bril. En ik moet een nieuwe bril. Want, en je gelooft het niet, al 4 jaar lang wordt mijn gezichtsvermogen beter. Het is een hele tijd slechter geworden na mijn 40ste. En er is op een gegeven moment een kentering opgetreden. En ik moet nu ik heb nu steeds meer aan mijn oude bril, die ik dan niet meer heb. En bovendien, die ogen die ontwikkelen zich niet tegelijkertijdig, maar ongeveer met 1,5 jaar ertussen. Dus mijn vorige bril had 2 verschillende glazen.
En een van die, bij mijn nieuwe bril is, maar een van de twee glazen is veranderd. En die is terug veranderd naar zoals de voorlaatste was. Dus dat kan ook. Maar ik zal vast wel niet scherper gaan zien. Dat, is dat vrij normaal? Oh, dat wist ik niet. Ik dacht dat dat redelijk zeldzaam was. Dat je ogen beter worden. Ja, het is jammer dat ik zou eigenlijk de reacties moeten oplezen. Koele Pascal, en die schrijft, John, het is vrij normaal dat je ogen weer beter worden. Koele Pascal, het gaat bij mij ook gebeuren als mijn bloeddruk weer wat zakt. Ja, maar dat is wat anders. Dat is een ander fenomeen. Dat kun je testen, hè? Dus als je kunt een rudimentaire test om te testen of je oogdruk te hoog is. Dan moet je je handen ongeveer, beide handen, Zo als je in je handen klapt, doe je handen uit elkaar en dan doe je handen ongeveer 45 graden voor je, ter hoogte van je ogen. En dan kijk je recht vooruit en dan doe je je handen steeds verder naar achteren. En dan moet je je vingers nog kunnen zien, krap 90 graden ter hoogte van je ogen. Dus je moet dat dan nog, en als je dat zijveld, als dat minder goed ontwikkeld is, is dat een vroeg teken van een te grote oogboldruk. En of het een grote oogboldruk is op termijn, kun je daar blind van worden dus. Nou, je accommodatie je spiertjes die verslappen. Dus het blikveld, de bokeh is een term uit de fotografie, als je dat wat zegt. Dat is een Japans woord. Bokeh. Bokeh is, is als je in een foto een verschil in scherpte door middel van de scherptediepte toepast. Dat zie je vaak, vooral van die macrofoto's. Hè. Dan zie je dus een vlindertje heel scherp. En de achtergrond is zo vaag dat je niet eens kunt herkennen wat er staat. Dat is bokeh. Bokeh schrijf je met een H op het eind. B-O-K-E-H. Het is een officieel Nederlands woord volgens mij, of in ieder geval jargonwoord uit de fotografie. Ik moet eigenlijk gewoon weer oplezen. Even kijken hoor. Gaat bij mij ook gebeuren als mijn bloeddruk weer wat zakt. Jawel, John, de oogspiertjes verslappen. En dan schrijft Koele Pascal, ik kan ze zien, zijn handen. En Jurgen schrijft, ik ben gelukkig nog heel jong. En Pascal moest voor zijn vliegmedische keuring altijd oogentest doen. Nou ja, goed, dan schrijft hij nog wat tegen Jurgen. Ik lust best nog wel een drankje. Nu meteen? Of in zijn algemeenheid? Ik heb wijn met alcohol, hoe noem je dat? Alcoholvrije alcohol meer. Die glazen die zijn echt leuk. Dat is echt, je ziet aan het pootje en aan het voetje zie je een beetje dat die uit twee helften is samengesteld. Maar het bovenste stuk, dat ziet er gewoon uit als een glazen glas. Het is ook net zo dun. En sterker nog, als je ermee toast, dan klinkt het ook nog alsof het glas is. Het is ongelooflijk dat ze het kunnen maken van polycarbonaat. Het enige nadeel is wel, er stond op de verpakking dat de glazen waren voor witte wijn. En het bleek toen ik er rode wijn in deed al meteen wat de reden daarvan was. Er blijft een heel klein beetje van het rode van de wijn. Dat blijft in het glas achter. Dus ik denk dat het ook niet helemaal uitgaat met de afwas. Nou ben ik mijn beeld ineens kwijt omdat de screensaver inkomt. Oh jee. Ja, gelukkig alles werkt nog. Maar dus er blijft een heel klein beetje rood zweem achter op het glas. En ik denk dat als je dat grondig afwas dat je het er misschien wel uitkrijgt, maar misschien ook niet. Trombones en mijn huisartsenpraktijk die zit in de trombonestraat, maar ik zeg altijd de trombosestraat. Dan moest ze erg lachen. Dus. En die zijn niet eens heel slecht. Van plastic. Ja, het zal wel polycarbonaat zijn, dat is heel sterk, hè. Deze glazen dat ik weer op gaan staan en dan gebeurt er niks. Ja, nou, het punt was, ik had meerdere glazen die heel groot zijn en van kristal. En die heel breekbaar zijn, dus daar heb ik er al een heleboel van gemold, ondanks dat ze duur waren. En ik heb toen wat goedkopere gekocht, een stuk of 8. En daar heb ik de een na laatste vorige week van gebroken, doordat ik wat onhandig er langs heen liep. En die staat ook al heel hoog op zijn pootjes, op zijn pootje. En dat rondje waar het op staat is niet zo super groot. En wat je dus bij dat polycarbonaatglas ziet, maar die zijn gemaakt voor op de camping eigenlijk. Hè?
Maar wat je daarbij ziet is dat dat rondje is gewoon overdreven groot en het steeltje is wel korter. Dus ja, los van het feit dat het ding helemaal onbreekbaar is, is het bijna onmogelijk om dat ding om te gooien. Ja, de Faggotstraat. Die is hier vlakbij ook, de Faggotstraat. Maar Faggot schrijf je met twee G's, hè? Dus dat is toch weer een subtiel verschil. Ja, nee, het was mij ook al opgevallen, want het is een zijstraat hier in de buurt. Ik geloof dat PA3, hoe heet die nou? Nou, wat dan ben ik ze kool kwijt. Ja, met een U erin. Die zit volgens mij vlak bij dat pad. Dus, en PA0 WVD, die zit er ook niet ver vandaan. Bij het Faggotpad. Ja, maar gay betekent toch ook gewoon blij? Dus ja, er zijn heel veel mensen die zijn niet gay, maar wel heel blij in Engeland. En die zijn toch gay? Ik bedoel, ja, dat kan. Alleen, het gaat sneller over, dat gay zijn. De eerste betekenis, kan ik zeggen. Ja. En goed, er zijn heel veel van... ik denk dat het in het Engels meer is dan hier. Van die four-letter words die een dubbele betekenis hebben. Dick bijvoorbeeld ook. En cock. Dat zijn toch woorden die ook een heel normale betekenis hebben. Dus dick is een naam en cock is een haan. In sommige zuidelijke staten zeggen ze pekker tegen een... Dat ook een woord voor haan is trouwens. Maar pekker tegen het mannelijke geslachtsdeel. Ja, en dan heb je nog PB0R. Hè? Dat vind ik altijd... PB0NER, ik weet niet of je die kent. Maar die heeft die call speciaal gekozen omdat de Amerikanen dat zo leuk vinden. Dan schrijft hij de P met een kleine letter en dan staat er P Boner. PP0NER. Dat vond ik ook wel een vondst. Ja. Maar dat terzijde. TFPGA's opgeblazen en de company mok laten vallen. Oké. Ja, maar goed, zo'n company mock, dat is toch gewoon een marketingartikel waar er heel veel van in de kast liggen. Ja, PD9, ja, die ken ik. Maar dat was toch een merk wc-papier, of niet? Vroeger had je dat. Satino. Maar we gaan niet op de man spelen. Ik heb trouwens met hem heel wisselende, ik wil niet zeggen wisselende contacten, maar wisselende ervaringen. Nee, dit is iemand die soms heel lastig is en waar je soms heel erg goed mee kunt praten. Dus dat is sowieso, ook daar ligt de waarheid weer in het midden, Pascal. Er waren maar 5 mokken en nu dus 4. Ja, nee. Nou, ik denk gewoon dat het... hij is de... Hoe noem je dat? Klassevoorbeeld van... Nou, dat is niet helemaal het goede woord, maar... Van een relnicht, zeg maar. Hè? Ik denk dat dat wel... maar ook weer niet altijd. Hij doet zowel goede dingen en hij doet soms heel stomme dingen. En daarmee valt hij erg op. Maar op zich is het volgens mij geen onaardig iemand. Maar hij valt wel heel erg op. En ik zou daar niet zo ik zou daar niet zo reclame mee maken. Bovendien vind ik vrij onbelangrijk wat iemands voorkeur is. Ja, dat ga ik niet in de uitzending zeggen dit. Nee. Mijn microfoon ruikt vreemd. Ik weet niet waar het precies naar ruikt. Het ruikt een beetje naar printplaten, maar het is een beetje een raar luchtje. Oude radio's. Ja, maar zo heb ik er zoveel, Pascal. Dus wat dat betreft... Ja, en terwijl ik toch heel gemakkelijk ben in de omgang. Ik ben ruimdenkend, ik ben meestal vriendelijk, ik ben zelden chagrijnig. Ik heb altijd last van een goed humeur en dan krijg ik maar niet... Ik wil best wel eens humeurig zijn, maar er is niets wat helpt. Ik heb mijn auto geparkeerd op een overweg en zelfs dat hielp niet. Dus, en ik dacht nog, de overweg ging dicht. Ik denk, ja, ik kom van rechts, dus ik heb voorrang, maar dat was niet zo. Ik had een auto. Ja, die heb ik op die overweg geparkeerd. Jongens, zullen we een plaatje gaan draaien? Volgens mij kan ik dat niet eens volgens mij. Ja, nee, weet je, dat van die overweg, dat is een grap van Wim T. Schippers.
dat zat in een van die stripverhalen van Chef van Oekel. En daar staat dus ook, maar dat was ook een keer in een uitzending geweest. Dat hij zei van nou, ik reed dus een overweg op. En maar de bellen die gingen wel. Maar ik kwam dus van rechts. En dat stond later ook in het stripverhaal. Ik vond het zo vondst. Maar hij had gelukkig wel zijn kenteken genoteerd van die trein. Hè? Die trein die doorreed. Dat stond op de zijkant. 1, 1, 2, NS, 2, 2, 1. Er zit nog andermans grappen te gebruiken ook. Maar hij is wel leuk. En ik ben een fan van Wim T. Ja, ga ik deze hele podcast wel op internet zetten, denk ik dan. Hè? Ja, nee, dat is wie er gewonnen heeft. Nou ja, als hij op tijd uitgestapt is, dan zou het nog wel eens mee kunnen vallen. Maar ik denk niet dat je daar zonder celstraf van afkomt als je dat moedwillig doet. Ja, dat zei mijn vrouw ook vannacht, Jurgen. Of Pascal bedoel ik. Oh, nee, wacht even. Dat gaat over heel wat anders. De Laurence, oké. Okay. Maar wat is, ja, nee, ik bedoel niet dat ik dat, hoe noem je dat, badinerend bedoel, Pascal. Maar wat is het leuke eraan, aan die navigatiesystemen namaken? Want de technologie is wel bekend. Dus ik denk niet dat is bij mij altijd zo. Ik probeer, dat is mijn eigen denkvenster, hoe noem je dat? Mijn eigen denkraam. Maar ik probeer altijd dingen te doen die er nog niet zijn. Oké, ja. Een puzzel. Nee, ik begin daar niet aan, Jurgen. Dat. Kijk, wat ik zei, dat staat gewoon. En ja, nou ja, goed, dat is een monument in de tijd. En daar ga ik verder niet nog onnodig aandacht aan besteden. Ja, ik wel, bij Radio Holland een aantal mensen. Ja, ik reageer traag, hè, maar dat komt. Ik reageer wel snel. Ja, dat wist ik. Deca en Omega, ja. Ik las ergens dat ze daar toch nog iets mee deden, maar ik weet niet meer waar dat nou was. Ja, nee, ik reageer direct en dan duurt het een tijdje voordat je dat hoort. Zo ongeveer. En dat verschilt ook nog bij iedereen. Dat hangt van je eigen eigen software af. Van de instellingen, van type. Misschien bedenk ik daar nog wel wat op. Hè? Dat is toch wel vrij lastig. Hoor, want de dingen die ruim bufferen, die zijn alom voorhanden. En die stammen eigenlijk uit het modemtijdperk. Hè? Want Skype werkt ook gewoon met 300, 400 milliseconden en Echolink. Dus ja, waarom dat bij een gewone stream niet kan, bij zo'n overschot aan capaciteit. Nou, maar ik heb al een poosje geen contact meer met hem gehad. Ferry van Eeuwen. Die zou jou daar wat over kunnen vertellen. Dat is PNL-EEU, als ik het goed zeg. Maar ik heb hem nog wel eens gemaild, maar toen kreeg ik geen antwoord. Dus ik weet niet of hij nog. Maar die was, toen ik hem sprak, was hij toch al een boven. Ja, nee, was hij net boven de 80 toen. Dus ik weet niet hoe zijn gezondheid momenteel is. Die was toen heel goed. En hij was heel vaak reageerde die op de Daily Minutes tot eigenlijk het gesodemieten begon. Dus dat is toch al bijna 2 jaar geleden. Maar volgens mij staat hij op qz.com. Maar als je niet kan vinden, PNL-EEU als ik me niet vergis. En die was docent bij Radio Holland en die heeft ongetwijfeld veel met die systemen gedaan. En die was heel, knowledgeable op dat gebied. Hoe zeg je dat nou in het Nederlands? Knowledgeable. Nou ja, in ieder geval, dat was hij dus. Dat is hij dus. Over antennes onder andere. Hij was de eerste die volgens mij vertelde over de DDR-antenne dat een sleufantenne was. En hij wist dat ook nog uit te leggen.
Ja, deskundig, ja, ja, ja. Het is niet helemaal hetzelfde. Nou, iemand op de repeater. Nou, even kijken hoor. Wat is het, wat brengt het weer vandaag? Zo. Moet je dat ook even doen? Volgens mij heb ik inspraak als ik dat zo zie op mijn schermpje. Visibility more than 10 kilometers. View 3,800 feet. Temperature 3 degrees. Dew point 2 degrees. QNH 1027 hectopascal. Trend nodig. En de repeater heeft ook een helpfunctie. Even kijken, dan moet ik dit intikken. Module is used to connect to other EchoLink stations. To connect to another station, just send a node number followed by a number sign. To disconnect, send a number sign. To exit the module, send a number sign when not connected. Subcommands are 1. List connected stations. 2. Play local node ID. 31. Connect to random link or repeater. 32. Connect to random conference. 4. Reconnect to the last disconnected station. 50. Deactivate listen only. 51. Activate listen only. 6. Star. Connect by call sign feature. Die laatste is een leuke. Connect by call sign. Kijk, hier ben ik ook wel even benieuwd naar. 1. Connected station. Papa India. 2. Kilo Mike. Papa. Kijk, dat is niet erop hoor. Geen probleem. Ja, Roger, dit is Papa Alpha 6 Echo. Ik zit in Amersfoort op de Amersfoortse repeater en ik was even onder andere een weerrapport aan het opvragen. Ja, oké, okay, hè. De Papa Delta 7 Alpha Bravo hier vanuit Kampen. Je komt hier over de repeater in Kampen heen. Daar pak ik je. Dus vandaar, hè. Ja, dat klopt. Het is een beetje een experimentele. Er zijn meerdere repeaters in Amersfoort, maar PI3XTV is een experimentele repeater en, waar ik zelf de beheerder van ben. En die staat gewoonlijk gekoppeld met Kampen, dus dat klopt wel. Dus ik werk hier met een portootje. En ik kan met mijn porto gewoon over Kampen werken, HI. Naam is trouwens John en ik zit in Amersfoort. Roger, ja, ik kan je vertellen, ik doe ook altijd de Daily Minutes uitzending op NOS Day. Tegenwoordig zitten die op internet, maar op vrijdag doe ik die tegenwoordig live. En je zit dan live in de uitzending. Dus ik was dat weerrapport, dat liet ik horen in de uitzending. En nou gaat mijn screensaver in, dus ik moet eventjes wat doen om te kijken of alles nog goed gaat. Maar het aantal luisteraars is niet dat je nou denkt dat je bij echt vele duizenden te horen bent. Maar misschien wel bij honderd, dus... dus dat is er ook wel. Doe Herman de groeten van mij. Ik spreek hem wel vrij geregeld hoor. En die link tussen die repeaters die bestaat in de grote samenwerking en sympathie tussen Amersfoort en Kampen, zeg maar. HI. Nou, microfoon de tour. Bedankt voor de verbinding. Succes vanavond. Dit is Papa Alpha 6 Echo. Yo, best 73 bij. Nou, wil je nog in verbinding ook? Dat was niet, dat was not what I bargained for. Ik zal hem zacht zetten, anders gaat het nog mis. Hup, weg. Zet hem wel uit. Dat is beter. Zo. Nou, dat is natuurlijk ook een first, denk ik. Even kijken, hoe krijg ik mijn chat nu weer in beeld? Ja, hier.
Als we het over die hotspots hebben, dan krijg je dus, dat is ook het geluid wat je precies zo uit die hotspots krijgt. Ik moet niet te hard in de microfoon praten, zie ik. Maar al deze dingen, die kun je daar dus ook op vragen. Even kijken, PD7 AB vanuit Kampen. Nou. Ik ga het niet allemaal oplezen. Dat is, er zit een 100 hertz bron bij mij op. Ik kan het niet vinden. Ik heb wel iets weten te verminderen. Ik heb een andere adapter op de Raspberry Pi gezet die voor de betreffende ontvanger is. Die brom zit er niet continu op in de uitzending. Het kan zijn dat er ook in de microfoon door de porto wat brom geïntroduceerd werd. Maar in de repeater zit brom. Maar zodra het audio van die ontvanger, dat is de 70 centimeter ontvanger, zodra daar het audio van dicht gaat, is de brom weg. Dus dat komt echt uit dat ding. En het is een heel stuk minder geworden doordat ik een andere adapter op dat ding gezet heb. Maar het is niet helemaal weg en daarvoor was het er niet. En ik heb vooralsnog niet gevonden wat zit. Dus goed, dat komt nog wel een keer. Ik denk dat ik zo meteen de live uitzending ga afbreken. Ik moet nog wel een paar dingen even klaarzetten. Ik heb eigenlijk geen idee hoe het met luisteraarsaantallen zit. Ik moet even een andere toetsenbord erbij pakken. Ik moet dat eens even onderzoeken. Dat houden we geheim, hè? Dat vertel ik nooit hoeveel het er zijn. Want het kunnen er heel veel zijn of heel weinig. Maar het zijn naar de live uitzending ook wel minder dan naar de podcast, moet ik ook zeggen. Hey, waarom gaat dat nu niet? Nee. Ik kan het hier niet bekijken op deze PC. Nou, dan wordt het te ingewikkeld. En dan loop ik, als ik het wel probeer, de kans misschien dat ik de uitzending onderbreek ofzo. Of dat er iets misgaat bij de opname. Nou, dat doen we dan maar niet. Ja. Nee, maar ik heb echt heel goede voedingen. Ik heb van PH4X, lang geleden, een hele grote zak met uitermate goede voedingen daarvoor gekregen. Die zijn echt heel goed. Die zijn aan alle kanten hoogfrequent dicht en die zijn totaal perfect. En die heb ik al heel veel gebruikt. Ik heb er zeker 60 van hem gekregen. Ik heb inmiddels een stuk of 15 of 20 van gebruikt. Ik heb er nog heel veel over en die zijn echt heel goed. Nooit problemen mee. En omdat ik er zat heb, kan ik ze ook. Ik heb er meerdere uitgewisseld en dat hielp dus niet. Maar Raspberry's die, als je een probleem hebt met een Raspberry die niet helemaal goed werkt, dan is in 90% van de gevallen is dat inderdaad de voeding. Hè? Ja, maar dit is een Raspberry van de eerste generatie. Zo'n ding uit de begintijd. Dus wat heeft dat nodig? Joh? Dat is niks. Half ampère of zo. Maar die gebruikt bijna niks. Dus die voedingjes die leveren met gemak leveren ze 3 ampère. Dus terwijl dat was officieel ook maar 1 ampère zijn, maar er komt makkelijk 3 ampère uit. Ook een moderne Raspberry, die werkt daar gewoon prima op. Dus ja, dat is het niet. Maar het zou nog kunnen dat het uit de voeding van de ontvanger komt ofzo. Of dat het een aardlusprobleem is wat ineens ontstaan is. Allemaal mogelijk. Maar ik heb van alles geprobeerd, ik krijg het niet weg. Dus ik heb nogal, maar dan moet ik zoeken, galvanische scheiders die ik ertussen zou kunnen zetten. Maar die voedingjes, die gebruik ik overal voor. Die Raspberry Pi waar de Daily Minutes destijds mee op de repeater zaten. Dat was ook zo'n voedingje. Dus ja. En de chat werkt op zo'n voedingje. Wat nog meer? Oh ja, dmr.li werkt op zo'n voedingje. Ook bronvrij. Dus ja, ik zou misschien die van de repeater en dmr.li een keer moeten omwisselen. Maar nee, ik denk niet dat dat het probleem is, hè. Ja, dus helaas pindakaas. Maar goed, ik moet daar nog een keer naar speuren. Maar er zijn wel dingen die eerder moeten. Ik wil eerst met FSQ. Misschien dat ik dit weekend begin aan een antenne maken. En dan gaan we op 40 meter met FSQ QRV. Dus ik hoop dat er meerdere mensen zijn die dat willen volgen. Ja, nee, het zou inderdaad een aardlus kunnen zijn. Wat ik heb is, die heb ik bij TT Electronics vandaan. Dat is een winkel van een vriend van mij uit Harderwijk. Die verkoopt die dingen aan bioscopen. Dat zijn galvanische scheiders met tullenplugjes eraan. En die zijn behoorlijk goed en die kunnen ook een hele hoge spanning aan. En doorgaan zet ik die ertussen. Ze zien eruit als het formaat van een halve closetrol, zeg maar. En dan aan beide kanten gouden tullenplugjes. En die zijn behoorlijk goed. Dus, en die kosten, ik weet niet wat ze kosten, 8 euro of zo. Ik denk dat ik er zoiets voor betaald heb toen.
www.ttelectronics.nl. En dat is nog een leuke winkel trouwens, hè? Want het is niet alleen een webshop, maar het is een echt fysieke winkel. Als je in Harderwijk bent, aan de Plantage. Het is niet een echte winkelstraat, het is iets aan de achterkant. Maar de winkel is zeker de moeite waard. En hij heeft een webcam in de etalage staan, wat ook wel leuk is. Waar ik onlangs nog een bijdrage aan geleverd heb trouwens. Door een polariserend filter, om hem aan een polariserend filter te helpen. Die trouwens wel had, maar hij wist niet dat hij hem had. Nou, de opname die loopt dus al 1 uur en 2 minuten en we zitten nog voor 8 uur. Dus dat is het stukje vooraf waar ik je getest heb, denk ik. Maar het begint een beetje af te zakken, de uitzending nu. Dus ik denk dat ik er zo dat ik zo de boel de nek om draai. Dit was de vrijdagse. Ik zet het muziekje ervoor, wat we altijd hebben. Hè. Dit was de vrijdagse Daily Minutes. Live, de tweede keer dat we live zijn. En dat viel niet tegen, moet ik zeggen. De vorige keer ook niet, maar nu ook niet. Dus, maar ik weet niet wie er allemaal nog luisteren. Nee, nou, misschien de bekende luisteraar in Amersfoort nog, die in Schotters zit. Ik zal zijn naam niet noemen, maar... En wie luisteren er nog meer? Verdikken, maar wie? René, daar denk ik dan meteen aan. Die luistert ook vaak mee. En die meldt zich nooit. Maar goed, als ik weer een inmeldronde ga doen, misschien op donderdag, dan komt het er vast ook van. Hè? Jawel. Goed, ik ga hem afsluiten. Tenminste, wat ik eerst wilde doen, dat was nog een aflevering van Swindled selecteren die voor vandaag dan zou kunnen. Ah, dat wordt nog een hele kunst. Dan moet ik dingen gaan intypen. Nou, eens even kijken hoor. Er was wel één die ik in gedachten had. Oh ja, nee, die van... ja, die doen we. Nou, even kijken. Waar hebben we die? Waar hebben we die? Reeds. Ja. Oh, hier. Nou. En Delvey is dat. De dochter van rijke ouders. Die toch niet een dochter van rijke ouders bleek te zijn. Even zien of ik hem hier erbij heb staan. Ik kon dit niet klaarzetten, want er was gewoon geen tijd voor. Nou... Is dat er niet bij? Nou, dan moet ik de volgende pagina selecteren. Nou, dat gaat goed, hè? Nou, het is een live uitzending, dus zonder voorbereiding. Zonder voorbereiding. Nou, ik had vanmiddag wel wat getypt. Dus de autocue, die was er wel. Zo. Even kijken. De Delivery Man, wat hebben we nog? De Horse Queen, ja, dat zijn echt heel leuke zijn er. Dat is wel, ik weet dat Kees ook zei dat hij dat leuk vond, maar Swindled is dat. Dat is een podcast. En die man die presenteert, die wil anoniem blijven. Dus even zien of ik dan wat op de vuurmeter zie. Hi, this is Carrie Farrell and I am here with DJ Mayonnaise Pants. And we are kicking off New York Art Fair season. Now, is there any way that I could, you know... Hi, it's Jamie. Dit gaat niet goed, zo. Nou, moet ik hem officieel afkondigen? Ik denk het niet. Ik zet gewoon de audiokraan dicht. En dat doe ik bij deze. This podcast is made by myself. I'm Peter John in English Media. Title music is by Croatian artist Blasco and is published under Creative Commons. You can find this podcast on dmpodcast.net. DM is for Daily Minutes and on several other platforms. De internetfaciliteiten en studio hardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl. 70MHzShop.nl. Daily Minutes Podcast. Whoever hears this is crazy. En microfoon naar retour.